Hey, leuk dat je kijkt naar een video van Pasja Vertareld. Deze video is voor de steenbok. Steenbok in de liefde. De maand december. De rest van de maand december. Ga eens kijken wat je kan verwachten of wat er gaande is. Dus, steenbok. Mag ik die kaart voor de steenbok in de liefde in de maand december alsjeblieft? Je moet beslissingen gaan nemen, steenbok. Oeps. Oké dan. Heel spoedig. Besluit heel helder wat je wilt, zodat dat dan nu ook kan gaan gebeuren. Je staat hier op een T-splitsing. Je moet keuzes gaan maken. Of je bent het kwijt, of je gaat erachteraan. De rechtdoor is geen mogelijkheid meer. Het is nu of het een of het ander. Familieaangelegenheden, hele. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeeft. Bij deze kaart heb ik heel erg het gevoel dat jij vasthoudt aan de verplichting van je ouders. Oftewel, zoals het moet gaan in de familie. Dus bijvoorbeeld het... bepaalde dingen die jouw ouders hebben gedaan, hebben effect op jouw liefdesleven nu. Als jij jouw ouders daarvoor vergeet en streef voor jezelf kan zeggen, dit is de manier hoe ik het ga doen. Ik wil het niet doen zoals jullie het gedaan hebben. Of misschien heb je bepaalde liefde van je moeder gemist of een bepaalde liefde van je vader gemist. Dan zegt deze kaart, vergeef je ouders, zodat je zelf ook kan vergeven en dat je verder kan gaan. Dan komt er ruimte met die pijn die je nu hebt, of dat trauma, of die blokkade die er nu is. Die hef je eigenlijk op, zodat er dus ruimte komt voor meer liefde, voor betere liefde. Verloving. Je liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Oftewel, als jij besluit dat jij dingen anders gaat doen, jouw ouders vergeeft door de dingen die ze hebben gedaan, komt jouw relatie op een hoger niveau. Deze kaart zegt voor mij ook dat er misschien wel, dat jouw innerlijk kind heel veel verdriet heeft. En dat jij degene bent, nu, die jouw innerlijk kind moet gaan geruststellen. Zwaarde 9, kelke 7, munten 8 op de kop. Ja. Deze kaarten bevestigen, dat vind ik ook al. Munten 7 en een aas van munten. Oh my god, steenbok. Oké. Het heeft geen zin om te gaan zitten treuren. Oftewel, in je nest blijven zitten en te gaan blijven zitten janken, daar kom je niet verder mee. Je moet gaan kijken wat er aan de hand is. Wat je moet gaan doen, wat je moet helen, wat je nodig hebt, wat je wil bereiken. Je moet dingen voor jezelf helder gaan krijgen. Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wat mis ik? En hoe kan ik dat gaan vervullen? Deze kaart zegt voor mij, je vindt het moeilijk om eraan te werken. Zo ben je hard aan het werk, zo doe je er heel weinig aan. En dat is zonde. Heel zonde. Ga staan wachten totdat alles naar je toe komt, gaat het je niet brengen. Jij moet uit die modus
Jij moet uit die modus dat je er niks aan doet. Je moet vooruit. Je moet nu. Er is geen ik wil niet meer, want ik ben bang voor mijn gevoel. Of stel voor dat ik meer... Nee, je moet nu. Als je wil dat er dingen gaan veranderen. Als jij dingen, bepaalde dingen wil gaan behouden. Zul je aan de slag moeten. En keihard aan de slag moeten. En dat is misschien heel lastig. Omdat je dan misschien het idee hebt dat je er alleen voor komt te staan. Maar je staat er niet alleen voor. Absoluut niet. Ik heb ook het idee dat je eigenlijk niet meer zo goed weet wat je, hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. Hoe je bepaalde dingen moet gaan aanpakken. Want wat is nou eigenlijk wat? En je hebt toch al zoveel gedaan, maar je hebt nog niet heel veel gedaan. Ja, je hebt zeker wel wat geïnvesteerd, ja. Maar je bent nu pas op een 7 en een 10 is pas voldaan. Dus er is nog genoeg werk aan de winkel. Ga staan wachten, brengt het je niet. Je moet gaan knokken voor dat wat je wil. En dan is het, als dit een kwestie financieel is, dat je misschien bepaalde dingen niet durft omdat je bang bent dat je financieel achteruit gaat of iets, zegt het universum, wat is geld? Geld, wat wil je met geld? Heb je enig idee hoe vies geld is? Geld en liefde gaan niet samen. Je wilt toch liefde? Dan moet je balans gaan zoeken in liefde en in geld. Samen gaat niet. Veel van geld en liefde gaat niet. Het is of geld of liefde. Of een beetje van allebei. Maar niet heel veel geld en heel veel liefde, want dat werkt niet. Dat botst. Dat kan niet. Want geld is geen liefde. Geld is macht en status. Dat is geen liefde. Dus je moet gaan keuzes gaan maken. Wat wil je? Ga je voor geld of ga je voor liefde? Aan jou de keus. Goed, dit was het voor jou, Steenbok. Mocht deze niet met jou resoneren, hieronder in de beschrijving vind je mijn e-mail en Facebook. Kan je me contacten voor een persoonlijke lezing? Wil je hier meer over weten? Kunnen we dat ook zeker doen. Check ook even de Facebookpagina voor geschreven lezingen. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Groetjes, doei!